onze boventuin. Geen kwaadzoek maken! Goddammit. Een broodje in de hut. Met een rotte smoel! Tim op dan. Moet er nou zijn koud? Ja. Best wel. Ja. Moet je het even in de vriezer leggen? Nee, dat zou ik niet doen. Als je het verhaal wilt drinken, moet je het hier neerzetten. Moet je het niet laten liggen. Moet koud. Ja, maar niks. Ik... Want ik heb net even gemeten en mijn biceps zijn 2 mm afgenomen. Nou, mijn buik. Met mij gaat het goed. 2 mm? Ik moet nog meer. Ik moet nodig even naar. Praten in centimeters. Want mijn gewicht is ook met 2 mm. Die camera. Hè? Die camera is een veel mooier. Geil, hè? Jezus. Op beeld denk ik zo gaan. Pieter. Het is in de stuur. Voor na de wedstrijd een t-shirt. Ja. Is everybody chagrijnig? Is everybody chagrijnig? Dat is ook wel een feest gisteren. Hou dan de club 2-9 vanavond. Club 55 moest ik zeggen. Oké. Club 154.000. Spanje. Dit is de Marco Borsado. Spanje. Is zo. Al die jaren ben ik gewend dat jij steun en toeverlaat bent van deze groep. Iedereen meeneemt, sleeptouw neemt. Dan krijgen we het hoor. En ik heb het idee dat je die functie naast je neer hebt gelegd. Ja, ik ben af. S'avonds in de kroeg zie ik je gewoon alleen maar nee schudden en zit je alleen maar te kijken. Jeugdvertegenwoordig. Maar het wordt tijd dat de echte verdette weer opstaat.
Weet jij wanneer jij mij voor het laatst gebeld hebt, Timmerman? Het is wel zo erg lang geleden. Nou, ik bel je elke dag. Bel ik jou in de dag. Wat gaan we vanavond doen? Dan is jouw. Meld je me terug. Dan is jouw methode effectief gebleken dan. Want je hebt me zo'n klote voor gegeven tijdens die periode van 2 maanden dat je zo vaak gebeld had en dat je nooit opnam. Dat ik dacht van, nou ja, blijkbaar wil ik, hij wil me gewoon niet spreken. Je deelde wel de signaal uit, dat is je gelukt, gefeliciteerd. Leg nu overigens vast, dat is duidelijk. Ik heb nog een code 13 verzonden, waarin ik een aantal dingen, waar ik mijn zieltje heb blootgelegd aan je. Heb ik een aantal dingen verteld? Vice versa. Dus is dat natuurlijk een goed bewaard geheim, dat weet je. Wow. Nou, jou is terugkerend einde gesprekje. Ah nee, ik word al, mijn hulp wordt alweer geroepen. Ik moet alweer weg. Ik dus de guy over hier dat de glass in the mirror was broken op de boulevard. Ja, ik moet vragen hoe dat zit dan. Ik wil eigenlijk afsluiten met een typische Andalusisch gezegde. En dat is? Ik zie eruit als stront, ik voel me als stront en ik ruik als stront. Typisch Andalusisch. Opwindend. Ja, maar dat is Spaans, hè. Ik kan het ook op z'n Engels doen. I look like shit, I feel like shit. Volgend jaar weer, Choppie? Nee, volgend jaar is het over, jongens. Definitief. Ja? Ja, dan gaat de knel definitief door. Het is gewoon oversluiten, game over. Ik had ook niet anders van jou verwacht. Dat dacht ik al, Tim. Dat is ik denk, dat wil jij wel horen, dus dan krijg je dat ook te horen. Ik hou van jou. Zo zit ik ook in elkaar. Ja. I love you. Love you too. Pauze. Wat? Even een korte samenvatting. Ik heb niks te zeggen, jongens. No comment. Ja, Tim, zo ken ik bijna elke camera. Zo goed als zeker, soms haast, meestal wel uit mijn hoofd. Dankjewel. Ja, hier waar ik even aan het is. Ik kijk naar een stil leven. En nu al zeggen, ik mag niks zeggen, Bas. Alex! Wat er gebeurd was met de spiegel? Ja. Neergezet park van de Andalusian boulevard, die ik nagenoeg bijna helemaal volledig uit mijn hoofd ken. En when we came back, we discovered the damage. En zo ken ik elke schade in Andalusië, omstreken Galicië en Noord-Spanje, volledig, bijna nagenoeg, uit mijn hoofd. Ja. Maar dat gaat helemaal goed af. Zij is het dat.